Hallo, tof dat je weer kijkt naar video nummer 16. Rustig weekje deze week. Alleen maar een aantal pechjes gehad eigenlijk. Dus ik neem jullie weer mee naar twee meldingen. Laten we gauw gaan naar de eerste melding op de A15. En dan zie ik jullie daar. Ik zit al een knalbrie aan de aangenomen. Ja, het is lekker altijd hier. Handen even vast. Ze is er echt uitgebroken, hè? Ja. Zo, als u die eventjes ergens wil verstoppen. En deze ook. Nog meer onderdelen. Nee, dat was het. Dat was het. Ja. Anders rijdt mijn wiel natuurlijk. Ja. Daar is nou een andere auto onderweg. Volgens mij in de melding liet ik het niet helemaal goed zien hoe dit nou werkt. Bij die oude type Volvo's en DAF ook. Dan doe je hem er gewoon in en draai hem een kwartslag en dan zit hij hier op geborgd. Zie je dat? Ik ken die er niet meer uit. En dan doe je hem hiermee, doe je hem eigenlijk borgen. Zodat hij helemaal vast zit en niet meer kan draaien. Wel eens voor, niet vaak, maar. En dan nog lopen. Ja, maar. Meestal komt er altijd alweer een beetje speling op. Ik had al wel voorkeren verwacht dat. Lijkt zo op, zat er achter zelfs aan. Die zat er al achter? Ja, nou wonen we heel lang. Wel? Ik zat bijna nu. Jo. Ik denk, ja. Ja, als je niet ziet, dan. Als je niet ziet, dan. Ja. Dan duurt dat wel even hoor. Dus
zien vaak een hoop, maar ja, soms sta je er net buiten. Hè? Net buiten. Soms sta je net buiten beeld. Ze zien altijd een hoop, maar... Sorry? Oh ja. Gebroken. Bijzonder. Wel eens kapot geslagen. Kabels allemaal. Die voor zijn zo. Zien we zo wel. Kunnen die anderen vast in je bak leggen of niet? Ja, zeker. Ja. Oh. Een zwaar ding hoor. Ja, hij is gewoon losgeschoten daar. Ja.
Boutjes gewoon afgebroken. Ja. Zonder van de lak anders, hè? Zeker. Jij bent echt goed, man. Oh. Links en rechts. Hoppakee. Oh, blijf weg. Hè? Mag je instappen, gaan we rijden?
goed terug van een CNV-melding. De A15 links 53.7. Nou, jullie hebben het gezien. Aan de vastronde vandaan gebroken. Dus ja, flink wat kapot geslagen aan de onderkant. Maar ik heb hem even naar Sprangkapelle gebracht. We zijn weer op de terugweg. We zijn onderweg naar een nieuwe CNV-melding. De A15 rechts 97.1. Zo'n Franse trekker oplegger staan met de luchtproblemen. Dus we gaan even kijken wat het is. Zie jullie daar. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Hallo. You speak English? English, yes. Yes. I speak a little bit. Little bit, okay. Little bit. What's the problem? I don't have air. In the trailer? Nothing. The truck? Yeah, it's empty, yeah. Okay, you hear something leak or? No, I don't. Can you start it, please? Okay. Yeah?
Nou viel het er wel bij. De compressor is kapot. Oké, ja, je compressor is... Everything is normal. From there. Bob. Oké. Yes. I think it's so much. Dat is de Volvo. Nee. Doe vandaag ook nog wat, joh.
dank u. Yes, met de boutjes. Ja, top. Ja. Lekker hoor, hè? Makkelijk als je weet wat ze was. Je weet wat anders, hè? Is het meestal anders? Nee. Een handige plek voor een fortuintje daar natuurlijk, hè? Ja, op zich, ja, je hoeft er niet onder, dat is wel weer zo. Deze is omhoog. Are you loaded, or? Ja, we hebben 15 ton. 15 ton, oké. Okay. Maar ik kom tot een gegeven moment. Oké, nou we kunnen gaan. You can
Sit with me? I go in the truck. With my truck.
Zo, die zijn we ook weer kwijt. Compressor stuk, dus hij bouwde geen lucht meer op. Heel vaak is er ook een luchtlekkage of iets, dat hij daarom zo leeg was. Daarom test ik altijd eerst eventjes, doe ik eerst even mijn eigen lucht erop, kijken of hij opbouwt. Nou, en als hij dat doet, dan weet je wel genoeg. Dus afslepen en naar de Volvo trucks brengen. Nou, die chauffeur had hem al in het adres in zijn telefoon gezet, de navigatie. Om een beetje tijd te winnen heb ik daarop gereden. Alleen had hem naar Renault auto's genavigeerd. Zo was niet handig, die wil hem daar niet hebben. Dus moest ik een heel stuk binnendoor. Lekker krap, maar het is allemaal gelukt. Uiteindelijk bij de Volvo trucks terechtgekomen. Vond van Nijk ook te lossen. Het was allemaal een beetje druk, maar het is weer gelukt. Dan weer op weg naar de zaak, kijken of er nog wat meer moois gaat komen.